Ja, hier heb ik steeds voor gewaarschuwd. Ja, dit zagen we eigenlijk met z'n allen een beetje aankomen. Ja, ik heb het over de Mallorca-zaak. Over die kopschoppers. Weet je wel, die Carlo Heuvelman daar op Mallorca hebben doodgeschopt. Ja. En ik heb daar steeds, de vaste volgers weten dat wel. Ik heb daar steeds aandacht aan besteed. Maar ja, en ik heb steeds gezegd van ja, let nou op, je zal het zien. Met goede advocaten en je kop dicht houden, kan je er zomaar mee wegkomen. En wat zien we nu? Ze komen er mee weg. Ja, het is niet anders. Hij is vrijgesproken, de hoofddader. Ja, die krijgt nog maar 32 maanden of zo. En de rest krijgt amper een jaar gevangenisstraf. En sommigen krijgen daar nog weer aftrek. En dan krijgen ze nog een taakstrafje. En dat is het dan. Dat is het dan. Ja, zij moeten wel verder leven met het idee van, oh, we hebben iemand helemaal doodgeschopt. Ja, dat wel. Maar wat denk je dan van de familie van die Carlo Heuvelman? Ja, wat een zware dag is dat niet voor hun. Vrienden, ja, ik zeg het vaker. Ja, het leven is vaak heel, heel onrechtvaardig. Ja, dat is het geval. Ja, het is vaak niet eerlijk. En dat zien we hier nu weer gebeuren gewoon. Dat kan. Dat kan gebeuren. En dat moet je dan, hoe zwaar ook, dan moet je daar maar doorheen. En dan moet je dat maar accepteren. Want kijk, welk signaal geeft de rechtbank hier nou af? De rechtbank geeft hier als signaal af dat als je je kop maar houdt, want dat hebben die gasten allemaal gedaan. Die hebben met elkaar afgesproken, koppen dicht. Ja. Ja, en dan? Ja, dan krijg je dus dit. Ze hadden ze gewoon met elkaar, hadden ze gewoon die gasten die allemaal verdacht werden, die hadden ze allemaal 7 tot 10 jaar gevangenisstraf moeten geven. Ja, dan kan je wel zeggen, ho, dat gaat een beetje ver hoor. Nee, dat gaat niet ver. Ze hebben iemand doodgeschopt. Tja, en nu, en als jullie je kop willen houden, dan ga je maar lekker 7 jaar zitten. Of zoiets. Ja, en dat gebeurt nu niet. Nee. Nu is het gewoon van, ze gaan vrij uit. Nou, tegen de familie van Carlo Heuvelman wil ik alleen maar zeggen, ik wens jullie heel, heel veel sterkte.